Welcome to the energy vibration van de Waterman mensen. This is a meer extended, uitbreide energy vibration voor alle Waterman. Alle mensen die vibrate onder de Waterman energy vibration. Okay, this is the month van juli. And het is een maand van verandering voor jullie Waterman mensen. Het is een maand wanneer jullie zijn intuïtie mensen. En daar zijn veel emotie, want het is een maand van de toren. En wanneer de toren komt op, dat betekent dat er sudden dingen gebeurt dat vloekt. Verandering in je leven die kwam. En het is ook een emotional month voor jullie Watermensen. Dus, als voor jullie Waterman mensen, het is een maand van karma, je karmatische les te leren, maar ook karmatische situatie om even in balans om te brengen. Dus als je bent een Waterman mensen, verwacht in de maand van juli dat een dramatische verandering komt in je leven en daarbij moet je wel daaraan werken. Ik moet ook zeggen, bedankt als dit is je eerste keer hier met ons. En ook als je bent een nieuw persoon, subscribe. Dit is gewoon een algemeen lezen. Als je wil een persoonlijke energy vibration lezen, connect met ons op zielzoektocht.nl. Als we beginnen de maand en we bekijken, Waterman mensen, je wil altijd ja. Ja, alles moet een ja voor jou. Je houdt niet om te horen, ja, nee, ik weet het niet, ik heb geen tijd of zo. Jullie zijn mensen die we altijd willen de laatste woord hebben. En dat moet veranderen, want in de eerste weken hebben wij de energy vibration, which is de water element energy vibration, en jij bent een lucht element persoon. En dit waterenergie komt in om jezelf om even te bekijken. Je moet jezelf even, even op een rij gaan zetten om te bekijken wat heb ik gedaan en wat kan ik verbeteren met mijzelf. Omdat als jij als watermens, je creëert veel karma. Omdat soms denk je dat je doet dingen dat is goed voor een ander mens. Maar daarbij creëer je karma. En jullie als Waterman mensen, jullie moeten ook realiseren en denken over de consequenties. En denken over de beslissing dat jij hebt voor jezelf gemaakt. Hoe het heeft een invloed op iemand anders. En dat is het thema voor de eerste week. Voor de tweede week, de wiel van voor de wiel. De wiel van fortune kwam binnen. En daarbij, wat dit zegt, is dat als jij vibreert op een goede energy vibration, dan dat zal je wel terugkrijgen. Maar dat hangt vanaf wat voor karma heb je uitgegeven. Omdat het is de raad van karma. Kijk, de raad van fortune komt binnen als jij hebt goede karma. Als je vibrate op een eigen vibration, dan krijg je geluk, kans, verandering van goede dingen. Je lot, de bestemming wat je wil, de universe wil voor je hebben en je gids. Dan krijg je het wel. Je krijgt gewoon geluk. Maar als je vibrate op een lower vibration, dan dat krijg je ook. En in deze week, de tweede week van juli, dat krijg je om, dat krijg je gewoon om even te bekijken wat heb ik gedaan en waarom krijg ik deze karma terug. Oké?
In de derde week heb je wat karmatische relatie dat je moet even aan werken. En in de derde week komt de universe op en die zegt, laatste nou, ik heb je tijd gegeven dat jij jezelf verbetert en dat deze situatie in je leven is verbeterd. Je hebt niks hier aan gedaan en wat ik ga nou doen, ik ga het voor je doen. Van Bacon's door dat als de energy vibration van beoordeling komt op je wordt echter beoordeling door de universal energies. Dus accept het of niet, de universe komt in om echt beoordeling aan jou om te geven. En hierbij moet jij even oprecht en eerlijk jezelf kan bekijken vanwege door beslissing dat je hebt in je leven daarvoor. En beslissing dat je hebt in deze tijd. Het is gewoon karmatic lessons, een karmatische relatie dat je moet gaan aan het werken. In de vierde week krijg jij de energy vibration van de harde. En de harde komt om jou om te steunen in de situatie. Van Bacon's door dat juli is een maand van verandering voor jullie. En met de verandering dat komt in, je moet wel veranderen, anders je kan niet verder gaan. Je wordt gewoon geblokkeerd. Dus de universe heeft je tijd gegeven en je hebt niks gedaan. En nu komt alle de verandering in. En in de vierde week, de aarde energie komt binnen om je te een beetje stabiel balans en ook je om een beetje te krusten, te helpen, te steunen, te realiseren dat ja, ik moet wel mezelf veranderen, anders heb de universe dit allemaal bij mij gedaan. En ik kan mezelf, ik moet het gewoon accepteren. Het is moeilijk voor jullie water mensen om bepaalde dingen om te accepteren, omdat jullie dachten dat ja, ik ben altijd eerlijk en oprecht, maar het is niet zo altijd. Jullie zijn eerlijk en oprecht wanneer het komt goed uit voor jezelf, maar de beslissing dat je hebt meegenomen in je leven hebben invloed op iemand anders en daarbij creëer je carrière. Creëer je karma. En door deze maand, de universe brak deze maand, de maand van juli, om zo een grote, de toren komt open en het is echt, je moet wel verandering doen. Anders kom je daar niet te vibrate op een higher vibration level. Het is een maand dat probeer niks in deze maand, het gaat je niet lukken. Oké? Ja, het is de energy vibration. Mijn excuses hiervoor, maar het is energy vibration. En jullie zijn waterman en daarom begint ik nu om een meer extended of een meer uitleg over de energy vibration in een maand voor de specifieke sterrenbeeld. En jullie zijn waterman. Nogmaals, dit is gewoon een algemeen lezen. Voor een privélezing kan je mij even aanmelden op de site van zielzoektocht.nl. Voor als je wil dat jij de extended weekly energy vibration even ontvangen in je mailbox, kunt je wel subscribe of abonneer. En thumbs up en de meeste sterbeeld, die hebben de meeste thumbs up. De volgende week zal jij de eerste aan de beurt. Ik moet wel zeggen, bedankt voor de komst. Ik hoop dat ik heb je geholpen in deze energy vibration. Dat je kunt weten wat te verwachten in de maand van juli. En ik moet zeggen, thumbs up en subscribe en ik spreek je wel in de eerste week van de maand van juni. En ik moet wel zeggen bedankt voor de terugkomst en namaste.